Geknald wordt er wel in Tilburg. Niet met vuurwerk, maar met ballonnen. In deze wijk kunnen kinderen een route afleggen met allemaal verschillende activiteiten. Hier moeten ze bijvoorbeeld een gillende keukenmeid nadoen. Dat is vuurwerk dat veel herrie maakt. Heel goed. Ik heb net proberen om zo hard mogelijk te gillen. En hoe ging dat? Best wel goed. Iets verderop mogen kinderen iets in de lucht schieten. Geen vuurpijlen, maar colaflessen. Dit is een andere wijk van Tilburg. En ook hier zijn allerlei dingen georganiseerd. Maar ja, hier zijn wel een stuk minder kinderen op afgekomen. Maar de kinderen die hier zijn, die vinden het leuk. Als ik geen vuurwerk af kan steken, dan kan ik ook gewoon hier lol maken en zo. En misschien nieuwe vrienden maken of vriendinnen. Ik heb een bloemstuk of een vaas met mooie dingen voor mijn oma gemaakt. Die ze op haar kastje kan zetten. Maar ja, de meeste kinderen die we spreken willen liever vuurwerk afsteken dan bloemschikken of colaflessen lanceren. Het is altijd gewoon mooi om de vuurwerk te zien. En het is ook gewoon leuk om bij oud en nieuw gewoon vuurwerk af te steken. En dat het nu mag, vind ik wel jammer. Ik denk dat er vanavond wel nog wat vuurwerk wordt afgestoken. En dat klopt, want niet iedereen houdt zich aan het vuurwerkverbod. We spreken drie jongens die knalvuurwerk bij zich hebben. Zij willen niet dat we hun gezicht filmen, dus richten we de camera op hun voeten. Gewoon vuurwerk afsteken, een beetje nitraat, 20 kings en zo. Ja, gewoon lol hebben. Ik wil echt dat vuurwerk niet meer verboden is in Nederland. Want in andere plekken zijn niet verboden, maar hier wel. Dat vind ik wel pech voor ons.